Ik denk, ik controleer het even hoe het eruit ziet. Ja. Dus, mist alleen mijn, hè? Oh. Dit is je kleedkamer, ja. Ja. Ik heb geprobeerd om me nog met wat kleuren en zo in toestanden, maar ging niet lukken. Maar ik heb wel... Oh, wauw. Dus, vitamines. Ja, want ik heb begrepen dat je daar gek van bent. Van vitamines? Ja. Ja hoor, ja. Niet? Nee, niet. Gaat het terug hoor. Nou, ik wil het dus wel, denk ik. Kijk, ja, dan weet ik wat dit is. Pillen, dat gaat handiger. Oh, die zijn lekker. Die vind ik heel lekker. Mm. Jij ook? Ja, daar ben ik echt verslaafd aan. Nu kan je gewoon eten als snoepje. Ja, snoepjes, ja. Nou, oh, ik weet niet hoeveel je er wil, ja, maar... Ja, nog maar een paar dan. Dankjewel. Hm. Hoe laat moet je nu? Weet ik niet eigenlijk, kan ik dat niet zien. Mm. Oh, oké. Okay. Ik wist ook niet welke liedjes ik ging doen. Oké. Okay. Hm. Wat? Ja, ik heb ook andere liedjes, maar ik wist niet precies van mij. Dat vind ik wel jammer, want ik had Ritmo niet willen doen, maar een ander liedje. Oh. Ik hoop dat ze die anderen wel kunnen. Oké, okay, ja, maar... Voor de rest staat Bassie en Adriaan, ja. Ja, ja, ik heb toch niet zo'n Bassie en Adriaan. Nee, maar ik heb het wel een beetje gehad met die rode neus. Ik heb het ook een beetje gehad met Bassie. En ik ben ook een keer geweest en ik zag dat Katja toen geen handtekening had gekregen, toch? Werd hem toen geregeld bij jullie? Wie had hij dan? Katja, geloof ik. Dus ik ook niet. Ik ben een keer geweest en toen gingen ze meteen weg toen ze klaar waren. Toen kreeg je geen handtekening nee, van die... Nee, ook niet, nee. Van die kleine dikke? Ja. Ja, van Adriaan wilde ik het niet, want ik vond Bassie altijd leuk. Nee, die Adriaan, die had al lang uit de trapeze moeten lazen. Echt een naling. Kijk. Zeg er iets, wat kom jij doen? Een handtekening. Ja, voor Georgina. Durf je zelf niet? Nou, ik wil het als verrassing, wil ik het geven. Wij zijn onszelf komen. Ik ben erg stoer in. Ze hebben gezegd dat ik hem niet gegeven heb als kind. Dan moest je hem nou komen halen. Schuitclown. Zo. Jongens, ga je schamen. Gewoon die kleedkamer binnenstormen terwijl ze hier half naakt binnen staat. Nou, ik probeerde het voor je te regelen. Ik probeerde het helemaal goed te maken. En? Ik probeerde een handtekening te vragen aan Bassie. En? Nou, hij is helemaal een beetje van dat je zelf moest komen omdat je als kleine meid, je hebt iets lelijks over hem gezegd. Ik heb niks over hem gezegd. Meneer. Ik luister hem rauw. Kom maar op met die Bassie. Die kant, daar zit hij. Dit is hem. Alle de magisch, wat zijn ze gegroeid! Oh! Zeg, ik vond je nog, toen waren ze klein. Kom bij me. Lekker bij me. Ja, ik ben heel erg lief. Wil jij een handtekening doen? Ja, doet u maar. Ja? Heb je dat vroeger niet van me gehad als kind zijn? Nee, nou, jullie waren meteen naar het optreden weg. Ja, kijk. Ja. Dan moet je nou er al niet gelopen letten, want hij wou geen handtekening. Dat heb ik niet gezegd. Nee, zeg. Jij niet? Nee. Heb Schuurman dat gedaan? Ja, dat was, ja. Oh, wacht even. Jij krijgt een foto van mij. Een foto? Nou ja, dat hoeft niet. Nou, oké. Dan moet je kijken hier, je bent de boei. Ja, het verandert eigenlijk niet veel qua gevoel ineens. Ik vond het ook heel vies dat Bassie over mijn borsten begon. Ik kan het toch niet? Denk je? Ja, dan zeggen die aan Jan de Pen. Nou, ga zitten, ga je... Ja, eigenlijk wil ik me nog een soort van verder omkleden misschien. Ik wist niet precies wat ik aan ging trekken, dus... Oh, maar je hoeft niet alles uit te doen, maar mogen we wel zien wat je aantrekt? Nou, dat weet ik niet. Nee. Dat is een verrassing? Ja. Oh, oké. Okay. Het begint een beetje te persoonlijk te worden. Nee, maar dan zie ik het zo meteen. Ja, dat is goed. Oké, okay, dan gaan we nu echt weg. Nu eruit. Ga met die kant op. We laten je nu echt...